Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het weer in Nederland wordt bepaald door een hoge drukgebied. En dat centrum van het hoge drukgebied ligt ten westen van Noorwegen. Zorgt in Scandinavië voor ongekend fraai weer. Iedereen die dat als vakantiebestemming heeft gekozen, die heeft echt heel veel geluk. Deze week temperaturen van 25 tot 30 graden daar in alle Scandinavische landen. Wel af en toe ook buien, maar goed, 25 tot 30 graden daar, dan heb je dus wel echt... Mazzel. Wij mogen ook niet klagen over het weer. Vandaag ook flinke zonnige perioden. Bijna 30 graden zelfs in de duinen van Hoek van Holland. En dat hebben we allemaal te maken met die noordoostelijke stroming rondom dat hoge drukgebied. Maar er gaat wat veranderen. Want er komt een uh, laag met koudere lucht in de atmosfeer richting onze kant op. Dat noemen we een koude put. Daardoor wordt het onstabieler. En zien we boven centraal Europa meer wolken ontstaan. En geleidelijk ook buien onze kant op komen. Stel morgen nog niet al te veel voor... Vrijdag, dan wordt het echt wisselvalliger. Vanavond, misschien een enkele bui langs de zuidgrens. Vooral het zuiden van Limburg maakt daar kans op. En heel misschien dus ook in het zuiden van Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen. In de rest van het land hoeven we de lucht niet in de gaten te houden. Flinke zonnige periode, halverwege de avond nog 24 graden. Ideale temperaturen, wat mij betreft. Ook ideaal is de afkoeling komende nacht. Geen plaknacht, maar minimaal tussen 14 en 17 graden. Een paar wolkjes trekken over, maar er zijn vooral heel veel brede opklaringen en het is overal droog. Morgenochtend beginnen we dan met flink wat zon, maar in de loop van de dag wordt de lucht wat onstabieler. Dat betekent dat er meer wolken komen, ook wat vaker stapelwolken. Met name in de oostelijke provincies, van Groningen tot aan Limburg, kan zo'n stapelwolk misschien uitgroeien tot een bui. Dat is dan vooral in de namiddag en in de avonduren. Temperaturen morgen 24 tot 27 graden. Lokaal kan het net 28 graden worden. Graadje lager dan vandaag. En die trend die zet door, de daling van de temperatuur. Want vrijdag dan wordt het 23 tot 26 graden. En dan wordt het dus echt wisselvallig. Vanuit het noordoosten komen er buien bij aan. Er kan een onweer bij zitten. Ook enkele keer hagel. Tijdens de buien is het 18 tot 20 graden. En als de zon weer even lekker doorbreekt, dan wordt het smiddags 23 tot 26 graden in Zeeland. Zaterdag en zondag ook diverse buien, maar zeker ook droge perioden met zon. En temperaturen zijn niet echt slecht, maar wel lager dan vandaag, rond de 24 à 25 graden. En als we dan kijken naar de wat langere termijn, nou, dan zien we duidelijk dat het de vrijdag een dag is... waarin het even wat kouder is, in het weekend weer wat hoger, maar wel dus buien. Maandag en dinsdag dan lijkt de temperatuur ook weer te gaan dalen. En ook dan weer een toename van de buigheid. En ja, de trend is daarna toch licht positief... Misschien is het wishful thinking, maar het ziet er toch naar uit dat de zomer zich daarna weer iets herstelt. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl